Kijkers, welkom terug bij het programma Activa dat live uitgezonden wordt op kanaal 8.2, 8.3 en kanaal 12.5. Onze volgende gast die zit eraan en dat is de directeur van Telesuur. Welkom meneer Antonius. Dank u wel en mag ik jullie bedanken voor deze uitnodiging, maar ook complimenteren met dit geweldig initiatief. Juist in deze dagen is het belangrijk dat we onze samenleving op tijd en de juiste informatie bedienen, zodat wij natuurlijk zoveel als mogelijk gerust kunnen zijn. Ja, zeer zeker. Nou, onze tip voor vandaag aan de samenleving is social distance. Hoe doet Telesuur als het gaat om social distance? Nou, laat me beginnen om te zeggen dat het voor mij best een grote uitdaging is hoor. Okay. Gwenty maakt dat als je iemand ziet, wil je een handdruk geven, wil je een brassa geven. Maar met social distance, we weten dat het gaat om zeg maar onszelf gezond houden. Mm-hmm. En daarvoor denk ik dat wij wel die opoffering moeten maken. Mm-hmm. Dat is van in eerste instantie hoe wij zeker zelf naar kijken. Wat wij binnen Telesuur doen, is dat we deze verantwoordelijkheid doortrekken naar de werkvloer. Veel mensen laten we van huis uit werken. Maar niet elk beroep kan je van huis uit doen. Ja. Security kan je niet van huis uit doen, toch? Ja. Je moet het op locatie doen. Dus zo zijn er sommige beroepen waarbij het iets makkelijker is dan bij andere beroepen om die van huis uit te doen. Dus we hebben thuiswerken geïntroduceerd. En veelal doen wij nog meer dan voorheen, doen we werkzaamheden online. Okay. Directeur, wat is de bijdrage van Telesuur als het gaat om het gevecht tegen COVID-19? Nou, in eerste instantie is onze bijdrage dat wij inspelen op de missie die eigenlijk de zorgverleners op onze schouders hebben gelegd. Ja. En misschien nog zonder dat zij erbij stilstonden. Want in het hele prille begin werd gezegd, als iemand ziek is, ga niet naar de dokter en bel. Dat betekent, bellen moet 24/7 mogelijk zijn. Dus daarvoor hebben wij zeg maar ook onze werkzaamheden op afgestemd dat mocht er een serviceinterruptie zijn, dat we de klant sneller online brengen. We hebben daar nog meer focus op gelegd. Maar het is gewoon een operational thing, maar wat wij verder gedaan hebben om onze gemeenschap van dienst te zijn, is dat wij het BOG beter hebben gefaciliteerd. Okay. Wij hebben met name gekeken naar wat zij, hoe zij de dienstverlening tot stand brachten vanuit de hulplijn 178. En wij dachten dat wij daar een verbeterslag in konden brengen. Telesuur is aandeelhouder in Webhelp Suriname, voorheen Telenamic. Wij hebben het BOG daar 10 seats geboden, op een professionele wijze ingericht. Ook het AZP, de hulplijn van het AZP 019, daar ondergebracht. En dat doen wij als zeg maar onze maatschappelijke verantwoordelijkheid samen met Webhelp Suriname. Dat wij op deze manier de gemeenschap beter van dienst kunnen zijn. Het is iets dat niet onderschat moet worden, deze hulplijnen. Want men heeft niet graag, de zorgverleners hebben niet graag dat men direct naar de dokter gaat. Om te voorkomen dat het virus zich mogelijk verder verspreidt. Dus is de hulpverlening op afstand is dan van nog groter belang. Dus wij hebben samen met Webhelp Suriname gezorgd voor een betere inrichting, zodat er 10 seats van het BOG en 10 seats van het AZP samengebracht zijn. Die twee organisaties kunnen elkaar ook nog op de werklocatie, op dezelfde vloer, want ze zitten met de social distancing in acht te nemen, met een redelijke afstand van elkaar. Maar als iets zich ervoor doet, kunnen ze elkaar makkelijker bijstaan, waardoor de hulpverlening naar de samenleving verbeterd is. Dit doen we kosteloos. BOG en het AZP hebben hier geen kosten bij. En ik wil benadrukken dat bellen naar 178 en 019, dat die kosteloos zijn. Oké. Nou, we hebben ook gemerkt dat Telesuur sms'jes stuurt voor mensen in de gemeenschap als het gaat om betalen online. Waarom doet u dat? Nou, ik denk dat het handig is om juist in deze tijd de bewustwording voor
online payment te benadrukken, zeker daar het een stuk veiliger is. Spullen online bestellen gebeurt steeds vaker. En juist met deze situatie gaan mensen nog meer online bestellen. Maar je wil niet alleen bestellen als optie hebben, maar ook betalen. Telesur participeert binnen het bedrijf UPPS, waar Southcom, Southern Commercial Bank, een van de partners is. Participeren wij in deze NV. En Uni5Pay is het product dat wij met name aan het promoten zijn. Hiermee kun je bij verschillende plekken, tegenwoordig al bij de grotere supermarkten zoals Choice, Tulip, Bestmarkt, maar ook de Telesur filialen, kun je online betalen. En wij werken er naartoe dat binnenkort men ook beltegoed en de telefoonrekeningen ook online kan betalen. Waardoor als men beltegoed nodig heeft, men niet uit huis kan, maar de betaling online kan verrichten. Dus Telesur gaat uitbreiden. Nou, uitbreiden met, zeg maar, met deze optie, die juist in deze periode waarbij we de risico's van COVID-19 mee geconfronteerd zijn, wij het als een gemak naar de gemeenschap toe aanbieden. Wat is de invloed van dit virus op uw bedrijfsvoering? Nou, de invloed is vrij groot hoor. Vrij groot. Het is niet te onderschatten. Het is vrij groot. Een van de dingen die we nu al constateren is dat doordat mensen vaker thuis zijn, minder mobiel zijn, dat ze bijvoorbeeld minder mobiel data gebruiken. Mensen zitten thuis meer op hun wifi-aansluiting en dat heeft natuurlijk een financieel gevolg voor ons. Maar in deze periode denk ik dat iedereen zal inleveren. Dus ook wij doen dat en we gaan daarover niet janken. Maar we gaan er wel voor zorgen dat wij zeg maar die nodige steun leveren waar dat kan, zodat we allemaal snel uit deze situatie kunnen geraken en weer bij de orde van de dag kunnen belanden. Meneer Antonius, hoe zit het met de dienstverlening van Telesur? Want u zegt, u probeert zoveel mogelijk van huis uit te werken, dat uw werknemers van huis uit werken. Maar hoe zit het met de dienstverlening naar de gemeenschap toe dan? De dienstverlening naar de gemeenschap toe, die sowieso als het gaat om de storingen, of om service interruptie gaat onverkort door. Wel hebben wij een protocol in place waarbij als wij bij een klant aan huis moeten gaan, dat we eerst bellen en een bepaalde vraag stellen. Een van de vragen die heeft zeker betrekking op als iemand ziek is of griepverschijnselen heeft, als men dat van tevoren kan melden aan ons. Want wij hebben ook de verantwoordelijkheid niet alleen naar de gemeenschap, maar ik draag ook de verantwoordelijkheid naar elke medewerker. En ik zal er alles aan doen dat ook de medewerkers van Telesur in een veilige omgeving ook kunnen werken als zij niet op kantoor zijn. Nou, dit is wereldwijd en we weten dat communicatie een van de belangrijkste aspecten is die we moeten hanteren. Hoe zit het met Telesur en buitenlandse contacten? Nou, ook buitenlandse contacten, daar merken wij een enorme impact. De impact die we merken is dat ook als het gaat om respons van hun, het niet altijd niet gaat met zeg maar de snelheid waarmee het vroeger gebeurde. Als het gaat om de buitenlandse contacten, hebben we voor dit jaar onze investeringen lettend op deze situatie on hold gezet. Gelukkig hebben we in de afgelopen jaren voldoende geïnvesteerd in ons, binnen ons netwerk. En kunnen we daar nu wel mee verder. Wel hebben wij het een en ander nog te doen als het gaat om een deel van de aansluitingen bij de klant. Maar dat zal nu even gradueel moeten gebeuren omdat wij niet makkelijk, zeg maar, we volgen eerst het protocol alvorens we bij een klant thuis komen. Nou, directeur, mogen wij van u een advies naar de samenleving? Nou, mijn advies is, laten we zoveel als mogelijk de instructies van de autoriteiten die hiermee belast zijn opvolgen. Sowieso het NCCR en DNV. Als het gaat om wat belangrijk voor ons is nu op dit moment en natuurlijk het ministerie van Volksgezondheid. Laten we dat zoveel als mogelijk opvolgen. Laten wij respecteren ook dat er een partiële lockdown is. Het is in allen ons, in ons best wil. En als we samen thuis blijven, zorgen we ervoor dat we samen
ook gezond blijven. Okay. Directeur, heeft u vanuit uw kant ook een gesprek gehad met werknemers hierover? Is er vergaderd met uw personeel? Ja, nog voor kort voor ik hierheen kwam, heb ik daar een afstemming over gehad. Okay. En wij hebben dat wel gehad binnen een Teams meeting vanuit Microsoft Teams. Mm-hmm. Niet face-to-face, omdat wij ook hierin proberen om sowieso social distance in acht te nemen. Oké, okay. En hoe reageert het personeel daarop? Nou, voor sommigen een beetje wennen. Ja. Maar aan de andere kant toch wel fijn dat het werk voortgang kan hebben, mm-hmm. ondanks we niet bij elkaar zijn. Persoonlijk denk ik dat deze situatie leert ons ook nieuwe methoden van werken. Deze situatie leert ons ook sneller om te gaan met verandering. Als deze situatie zich niet had voorgedaan, zou het een stuk moeilijker zijn om misschien thuiswerken te implementeren. Maar nu hebben we het van het een op het andere moment geïmplementeerd. Ja. En we zijn sneller, hebben wij de voorschriften uitgewerkt. En het is werken aan de situatie aan de ene kant en kijken wat de verbeteringen zijn. Maar het resulteert er wel in dat het een en ander sneller op gang komt. Hetzelfde ook als het gaat om bijvoorbeeld online betalen. Als ik kijk naar hoeveel mensen zich de afgelopen tijd aan het registreren zijn voor online betalen, mm-hmm. is het veel meer dan toen we de Uni5P hebben geïntroduceerd. Mm-hmm. Dus je merkt ook dat zaken die gerelateerd zijn aan het digitaliseren, mm-hmm. aan zeg maar wat wij ook benoemd hebben vorig jaar als de e-Suriname-visie, dat soort zaken sneller tot stand komen. Ja. Ook het ministerie van Onderwijs, weet ik, is bezig met distance learning. Ja. Dus al deze zaken die afgestemd zijn op distance, het lijkt alsof deze zaken nu sneller geïmplementeerd worden. Oké, directeur, heeft dit virus ook ervoor gezorgd dat u en uw team gaan nadenken over veranderingen? Nou, het nadenken doen we al een tijdje, maar het implementeren gaat sneller. Ja, het moet wel, denk ik. Ja. Het moet wel, denk ik. Oké. Hoe gaat uw personeel mee om als het gaat om handen wassen en steeds reinigen? En komen ze ook met mondkapjes? En als ze binnenkomen, zijn ze aan het spuiten, hun handen? Hoe gaan ze daarmee om? Nou, wij hebben een protocol daarover en dat wordt goed gevolgd. Ten aanzien van de mondkapjes is het evenwel zo dat we de tips die nu door het BOG verstrekt worden opvolgen. Mm-hmm. Dat alleen mensen in de zorgverlening die ook bij ons werkzaam zijn, we hebben een bedrijfspolykliniek, dat die de mondkapjes gebruiken. Dat is nu de instructie die we volgen. Dus mocht die veranderen, omdat we natuurlijk als het om de mondkapjes gaat, er ook een bepaalde regels zijn bij het gebruik van mondkapjes. En als die niet bij een ieder duidelijk zijn, kan het juist tot een bepaald gevaar leiden. Ja. Er is momenteel ook een partiële lockdown van 8 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens. Maar we weten dat er werknemers van Telesuur zijn die door moeten werken. Hoe hebben jullie dat stukje opgevangen? Dat hebben we in goed overleg met NCCR en DNV opgevangen. Mm-hmm. En dat is heel vlot afgehandeld door deze instanties. Mm-hmm. Waardoor de medewerkers van ons, die met name in de nachtdiensten werken, mm-hmm. dat die onverstoord hun werkzaamheden kunnen verrichten. Maar dat zij er met name ook kunnen zorgen dat de telecommunicatiediensten, dat die mocht er iets zijn, mocht er een storing zijn, dat we kunnen anticiperen, sneller op in kunnen spelen. De autoriteiten hebben ons perfect ondersteund. Oké, okay. Nou, u zei in shiftverband, laat u minder mensen inkomen of blijft hetzelfde personeel dat altijd zo aanzitten? Nou, als het gaat om die locaties, was het al niet dat men in een situatie was waarbij men dicht op elkaar zat. Dus de normale gang van zaken kan wel de voortgang vinden. Wij zorgen er wel voor dat als het om monitoring van ons landelijk telecommunicatienetwerk gaat, dat we daar geen grappen mee maken en ervoor zorgen dat er uptime is. Okay. De samenleving hoeft dus niet bang te zijn dat er iets gebeurt met onze telecommunicatie, internetverbinding? Ook niet, helemaal niet. U zorgt ervoor? Daar zorgen wij voor. En uw medewerkers? Idem. Nou,
Directeur, mag ik u heel hartelijk dankzeggen dat u te gast bij ons bent geweest. Nota bene, het is de eerste keer dat dit programma wordt gedaan vandaag, maandag 6 april. En we willen u ook heel hartelijk bedanken voor uw complimenten. Heel graag gedaan en ik kijk eruit naar een volgende uitnodiging. Dank u wel. Beste kijkers, we hadden de directeur van Telesuur, de heer Mike Antonius, de gast bij ons bij het programma Actua dat live uitgezonden wordt. We hebben nog een gast, het is een artiest. Welke artiest? Moet je even blijven kijken. Tot zo.